Welkom bij het instructiefilmpje over gemengde schakelingen. In ons vorige videofilmpje hebben we behandeld hoe dat de spanning en de stroom zich gaat verdelen in uh, zowel een serieschakeling als in een parallelschakeling. En uh, de, de grote samenvatting daarvan was: om dat soort schakelingen op te kunnen lossen, moet je in eerste instantie je afvragen wat de totale weerstand is van het circuit uh, waarover het gaat. Nu. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat gedaan? Je hebt daar twee formules gezien, eentje voor een serie-schakeling, waarbij het heel makkelijk was om een vervangingsweerstand. Met andere woorden, stel dat je al die schakel, al die weerstanden aan elkaar geschakeld zou vervangen met één virtuele tussen aanhalingstekens weerstand, dan zou dat de vervangingsweerstand zijn. En bij serie is dat heel simpel. Je telt gewoon al die waarden op. Bij een parallelschakeling was het een, een beetje complexer, want in principe, als je erover nadenkt, hoe meer parallele banen je hebt, hoe groter de hoeveelheid elektriciteit, de hoeveelheid stroom die dat er eigenlijk door kan, kan vloeien in dat geval. Dus je kreeg daar een heel vreemde situatie dat meer weerstanden aanleggen in parallele banen, de totale weerstand ging verlagen. Dat in het achterhoofd houdend, gaan we nu eens kijken naar gemengde schakelingen. En wat zijn gemengde schakelingen? Dat zijn schakelingen waar dat er meer dan één soort van schakeling, dus niet zuiver serie, niet zuiver parallel, in voorkomen. Nu, als je daar een oplossingsstrategie voor wil uitdenken, dan moet je daar rekening mee houden dat je dat niet allemaal in één keer zal doen en dat je in verschillende stappen, in fasen zal moeten werken om steeds dat, uh, dat schakelschema meer en meer te gaan vereenvoudigen. Hier staat zo'n voorbeeldopdrachtje in uitgewerkt. Als we naar deze schakeling gaan kijken, dan merk je dat er sommige elementen ten opzichte van elkaar in serie staan en dan weer andere in parallel ten opzichte van andere schakelingen. Dus je kan hier niet zomaar met die ene formule aan de slag. Je zal hier moeten gebruik maken van het concept van vervangingsweerstanden. En wat moet je daarvoor doen? Wel, je moet in eerste instantie eruit um, gaan kiezen, waarvan je zegt van kijk, als we nu al de rest negeren, dan is dat wel een zuivere serie of parallelschakeling. En wat hebben ze hier in die eerste vereenvoudiging gedaan, want deze dit schema hier is een vereenvoudiging van het schema dat er boven staat. Wel daar hebben ze eigenlijk deze twee weerstanden samengenomen en daar een nieuwe virtuele vervangingsweerstand van gemaakt. In jullie boek noemt die RS1. Dat RS staat voor substitutie. Dit is dus je eerste vervangingsweerstand. En aan zich is dat niet moeilijk te begrijpen, een serieschakeling van een van 400 ohm en 600 ohm vormt een vervangingsweerstand van 1000 ohm. Wanneer je dat gedaan hebt, ben je nog altijd niet tot het einde van de opdracht gekomen, want ook dit is nog altijd een gemengde schakeling. Wat ga je dan doen vervolgens? Wel deze substitutieweerstand, die eerste substitutieweerstand, en de derde Normale weerstand staan dan ten opzichte van elkaar in een zuivere parallelschakeling. Je kan dus een vervangingsweerstand introduceren die deze twee mee in rekening brengt. Daar moest je dat formule voor gaan gebruiken dat je een tweede substitutieweerstand gaat gebruiken, die hier staat uitgewerkt, die een optelsom is van de om, of het omgekeerde van die substitutieweerstand is de optelsom van het omgekeerde van je eerste substitutieweerstand en het omgekeerde van het derde. Dus 1 duizendste ohm plus 1 tweehonderdvijftigste. Je kan het ook opschrijven als zijnde vijfduizendste van een vijfduizendste uh, ohm. En dat wordt dus 1 ste Draai dit om en je komt erop uit dat die substitutieschakeling hier slechts 200 ohm is. Dan is de laatste stap om te gaan bepalen welke dat de totale weerstand is, want nu wordt het wel steeds eenvoudiger. Nu staat die tweede substitutie weerstand, die al een koppeling is van een eerste substitutie weerstand en een normale weerstand, die staat nu in serie ten opzichte van die vierde. En in totaal, gezien dat die in serie staan, levert die 800 Ohm op. De truc is nu om met terugwerkende kracht te gaan kijken wat we allemaal kunnen copy-pasten naar onze voorgaande. Nu, in het boek doen ze dat door dat terug uit te gaan werken in omgekeerde richting. Je kan dat zeker zo doen, maar ik ga de redenering eens met jullie volgen in diezelfde schakelschema's die hier staan. We beginnen bij onze meest vereenvoudigde schakeling die hier staat. Als we dat gaan uitwerken, het boek werkt ook meer met zinvolle cijfers op dat vlak. Dat kan natuurlijk, dat moet ook in de opdrachten. Maar ik ga dat eventjes links laten liggen om te laten zien dat die getalletjes wel telkens mooi moeten uitkomen. Terwijl als je gaat beginnen afronden, dan kan dat wel eens een keer minder zijn natuurlijk. Dit is mijn eerste schakeling, zoals ze hier staat. Ik heb 25 volt aan spanning. 800 ohm aan weerstand, kan ik heel snel de stroom te berekenen door mijn spanning te nemen en die te delen door de weerstand. Dat is 0,03125 ampère. Wat heb ik hier dus bepaald? De stroom die hier begint, is die 0,03125 ampère. Dat wil zeggen dat zoveel stroom ontsnapt hier. Als ik ga terugkijken in mijn voorgaand schema, dit is nog altijd hetzelfde circuit. Dat verandert niet. Dat blijft een totale stroom van 0,3125 ampère hier ontstaand aan de bron. Hier spreken we over een serieschakeling. Dus dan moet je gaan nadenken: welke van mijn twee waarden mag ik copy-pasten bij een serieschakeling? Wel, nou, dat was. De stroom in dit geval. Dus door die eerste zal er 0,03125 ampère doorvloeien en door die tweede ook. Als je dat weet, dan weet je voor deze weerstand de stroom en de weerstandwaarde zelf, dan kan je vrij vlot de, uh, de totale spanning die erop staat gaan berekenen. We weten namelijk dat de spanning gelijk is aan. Stroom, maal, weerstand, via de wet van Ohm. Het enige vervelende, tussen aanhalingstekens, was dat je eerst één van de twee waarden moet kennen, voor je die derde kan aanvullen daarmee. Neem ik dus mijn hoeveelheid stroom, en vermenigvuldig ik die met, laat ons starten met weerstand 4, die van 600 Ohm. Vermenigvuldig ik die met 600, dan kom ik uit op 18,75 volt, die dat er op die eerste hier komt te staan 18,75 volt. Kan je twee wegen opgaan? Je kan oftewel zeggen van ah, in totaal heb ik 25 volt. Dus ik weet hoeveel dat er overblijft om op deze uh, weerstand, die substitutie weerstand, te komen staan. Je kan natuurlijk ook gewoon je rekentoestel er opnieuw bij nemen, indien je dat minder licht. Mijn stroom, maal die 200 ohm aan vervangingsweerstand. En dat is 6,25. Logisch resultaat, want de optelsom van die twee. is tezamen die 25 volt. van waaruit we zijn begonnen. Als we dat hebben gedaan, dan hebben we eigenlijk dit schakelschema, deze vereenvoudiging, volledig opgelost. Vervolgens moeten we gaan terugdenken. In principe. Aan weerstand 4 is er niets veranderd bij mijn voorganger. Dus diezelfde waarde kan ik gewoon terug kopiëren. Dat blijft 3125 amper dat er doorvloeit en dat blijft 18,75 volt dat er op die vierde weerstand blijft staan. Dat verandert niet. Wat verandert er nu wel in? Wel, mijn substitutieweerstand, daar weet ik van dat daar dezelfde hoeveelheid stroom doorgaat, dit getal, en dat daar 6,25 volt op komt te staan. Mijn substitutieweerstand was oorspronkelijk een parallelschakeling, dus welke van de twee waarden mag ik kopiëren? Spanning of stroom? Voor een parallelschakeling was dat de spanning. Dus ik weet dat hier 6,25 volt op die onderste tak komt te staan en ook op die bovenste tak komt er 6,25 volt aan potentiaalverschil op te staan. Dan heb ik dus opnieuw twee situaties waar ik in spanning en weerstand ken. Kan ik dus opnieuw aan de slag met mijn wet van Ohm om hier ook de stroom te gaan berekenen. Ik neem namelijk de spanning die dat erop staat op die weerstand, en ik deel die door de weerstand zelf. Wat wordt dat voor de eerste schakeling? Wat is 6,25 volt? Ik deel dat door de 1000 ohm waar het uit bestaat. 0,00625 ampère. Die hierdoor vloeit. 25 ampère. Wat wil dat zeggen? In principe zou het nu, hetgeen wat resteert van mijn totale stroom, daar moeten overblijven. Ik kan er natuurlijk nog wel eens mijn rekentoestel bij halen om te kijken of dat, dat klopt voor die 250 ohm. We vertrokken van 6,25 volt en we delen dat nu door 250 ohm. En dat blijkt 0,025 te zijn. Ook hier weer, je kan altijd even controleren of dat de waarden die je uitkomt. Of dat die nu logisch zijn of niet. En dat is zeer logisch, want als je deze waarde optelt bij deze waarde, kom je opnieuw die totale stroom uit. Dit is de reden ook waarom dat ik in deze voorbeeldoefening even het afronden laat voor wat het is om duidelijk te maken van kijk, die waardes komen op elkaar hetzelfde neer. Als je dat begint af te ronden, wat je normaal gezien wel moet doen natuurlijk, dan is dat iets minder duidelijk. In principe is daarmee de eerste vereenvoudiging die we gedaan hebben, volledig. En dan kunnen we teruggaan naar onze oorspronkelijke, ons oorspronkelijk gemengd schakelschema. In principe moet ik niks kopiëren voor weerstand 4, want die was volledig opgelost. Weerstand 3, daar ken ik ook al mijn gegevens voor, dus ik ga die hier even, om het niet te wanordelijk te maken, er niet meer bij schrijven. Die staan al hier ingevuld. Ik moet me echter wel gaan afvragen wat dat er hier gebeurt met die eerste substitutieweerstand die we hebben gedaan. Dat was oorspronkelijk een serieschakeling en in een serieschakeling mag je de stroom copy-pasten. Dus beide hebben die 0,00625 ampère die dat erdoor stroomt. Ja. Geldt voor ze alle twee. Als ik dat eenmaal gedaan heb, dan kan ik ik weet stroom, ik weet weerstand, opnieuw mijn wet van ohm stelt mij in staat om dan te gaan bepalen hoe dat de spanning zich zou verdelen in die uh, serieschakeling. Ik neem dus mijn stroom en ik vermenigvuldig die met de 400 ohm aan, uh, aan weerstand dat erbij zit. Dat wil dus zeggen dat er hier, op die eerste 2,5 volt komt te staan. Bereken ik dat nog eens opnieuw voor mijn. Uh, 2,5. Voor mijn tweede weerstand. Ik vermenigvuldig die met mijn 600 ohm aan weerstand. En ik kom 3,75 uit. Is dat logisch? Ja, dat is opnieuw logisch. Want dat is de optelsom. Of de optelsom tussen deze twee vormt die tak hier. Die dat ik daar al had. En als ik dat allemaal gedaan heb, nu heb ik voor elke weerstand bepaald wat de stroom en wat de spanning is, en hoe dat die zich gaat verdelen in die relatief complexe schakeling die dat ervoor komt. Wat kan je daarmee doen? In principe zou ik graag hebben dat je eens probeert om opdracht 4 en 5 in je boek daarmee op te lossen. De makkelijkere om mee te starten is opdracht 5. Probeer die al eens op eigen houtje en de feedback volgt daarbij in volgende videofilmpjes. Veel succes daarmee!